Hengelo, de oude metaalstad met ruim 80.000 inwoners, is de laatste jaren bezig met een inhaalslag. De strategische ligging langs spoor, kanalen en snelwegen wordt steeds beter uitgebuit. Plein Westermaat met IKEA en de havenactiviteiten, de combiterminal, langs het kanaal groeien boven verwachting. Hart van Zuid is het grote stadsvernieuwingsproject rond het Centraal Station, met het door koningin Beatrix geopende ROC, het popcentrum Metropool, de nieuwbouw van Siemens en een World Trade Center als eyecatchers. En in de binnenstad moet een nieuw stadskantoor worden gebouwd. En na jaren wordt er ook wat gedaan aan het kale Marktplein, een bron van ergernis voor veel Hengeloers. Dit is de beste kaasboer van Hengelo, jongen. Weet u ook wat de beste politieke partij van Hengelo is? Ja, ChristenUnie. Die kunnen ongeacht wat er gebeurt op uw stem rekenen. Ja, dat klopt. Die kunnen zonder meer op mijn stem rekenen. Maar wat is nou voor u een belangrijk item in Hengelo bij de komende gemeenteraadsverkiezingen? Dat u zegt, kijk, de ChristenUnie doet dat dus goed. Ja. Gerrit, help eens even. Een duidelijk christelijk geluid in de samenleving. Ja. U komt niet uit Hengelo, maar u stemt ook ChristenUnie. Ja. En soms CDA. Want, ja, en als ik straks kaas kom kopen en ik zeg dat u PvdA moet stemmen, dan zegt u ik stem PvdA. Ja, gewoon heel principieel in. Ja? Ja, of u kaas koopt of niet, dat is dan niet even belangrijk. Het enige waar ik mee zit, dat is, ik zou graag willen hebben dat het vliegveld doorgaat. Ja, waarom? Nou, gewoon omdat het voor Twente heel goed zou zijn. Nou, het is een beetje een gepasseerd station, hè? Wat zegt u? Het is een beetje een gepasseerd station. Nee, ik vind van niet. Nee? Zou je niet gewoon een partij moeten hebben die dat marktplein gewoon eens een beetje schoonmaakt? Wat vinden we daarvan? Ja, dat vind ik ook prettig, ja. En de stoepen van de winkeliers. Want die moet je eigenlijk goed van, want ik heb een keer gevallen een been gebroken en dat wil ik niet de tweede keer. Ja, maar welke partij heeft dat in zijn programma staan? Een beetje op tijd die stoepen schoonmaken. Nou, ik zeg wel zo vaak, als ze allemaal in de Rijn gooien, dan komt er geen goeie boven. Nou, u bent wel heel negatief. Bent u ook zo negatief, meneer? Ik ben wel schipper geweest, maar... Ja, staat er, hè? U heeft erkend, wat zei u nou? Ik ken nog geen één? Ik ken geen ene goeie die eigenlijk wat voor oudere mensen... Want oudere mensen moeten maar allemaal in de container. Want we zijn grijs haren en we hebben dit nodig en dat nodig. Dus we krijgen en overal de schuld van. En het ziekenfonds, ik betaal mijn scheel aan het ziekenfonds... en als je vergoeding komt, krijg ik 0,0. Maar ja, daar gaat de gemeenteraad niet over, hè? Nee, ik weet helemaal niet wat de gemeenteraad doet. Nou ja, die gaat een beetje over uw stoepje. Ik geef mijn stemkaart aan mijn man en ik zeg altijd, zoek het maar uit. Een van de verkiezingsonderwerpen in Hengelo is de binnenstad versus de wijken. Te weinig aandacht voor de wijken, te veel aandacht voor de binnenstad. PvdA denkt daar een stuk genuanceerder over. Meneer Bron. Ja, wij vinden heel nadrukkelijk dat wij hart voor de stad moeten hebben, maar ook sterk in de wijk moeten zijn. En hart voor de stad, dat betekent voor ons investeren in de vier belangrijke pleinen in de gemeente Hengelo, waardoor er een krachtige verbinding komt en dat je de huiskamer van de stad een gezellige stad gaat maken, zodat iedereen die in Hengelo woont, maar ook in de regio, deze stad gaat bezoeken en waardeert wat wij hier in deze binnenstad doen en hebben. De SP zegt dat ze de kiezers kent, gaat de wijken in. Volstrekt mee oneens. Wat is het beleid, wat wil de SP? De SP wil dat er meer geïnvesteerd wordt in de wijken. Wij vinden dat dat op dit moment absoluut onvoldoende gebeurt. Als je kijkt naar bijvoorbeeld dat de Hengeloze S nog steeds niet is afgemaakt. Kleindriene echt een opknapbeurt nodig heeft. En wij vinden dat er veel te veel geld in de binnenstad wordt geïnvesteerd ten opzichte van de wijken. Er is heel veel geld naar de binnenstad gegaan. U bent alleen maar druk met de Hart van Zuid. De SP heeft gewoon een punt, meneer Bron. Ja, maar Hart van Zuid wil ik ook graag zeggen dat wij vorig jaar historisch veel geld voor Hengelo hebben binnengehaald. Bijna 50 miljoen extern geld. Dat dus erg goed geïnvesteerd gaat worden in onze stad. En daarnaast ben ik het oneens met de stelling. Want wij pompen juist ontzettend veel geld in de wijken. Op dit moment de Berflo S. Wordt veel geld geïnvesteerd, Veldwijk Noord, Veldwijk Zuid. En dan heb je natuurlijk te maken met een planmatig opzet. Dit college met meneer Bron daarin als wethouder heeft heel duidelijk gekozen om niet te gaan investeren in Kleindriene. Dat de woningbouwcorporatie dat misschien gaat doen zal waar zijn, maar de gemeente heeft heel duidelijk gezegd wij hebben daar geen geld voor over. Maar vindt u dan de binnenstad niet mooi voor CDA'ers? Nee, maar wij hebben ook nooit gezegd dat er niks geïnvesteerd mag worden in de binnenstad. Wij hebben gezegd een beetje opleuken mag best. Maar je moet het wel in verhouding zien tot de rest van de stad. En die verhouding is nu gewoon zoek. Als de SP toch weer groeit, dan komen jullie toch niet het college. Want de PvdA en het CDA en GroenLinks hebben gewoon de pest aan de SP in Hengelo. Nou, of ze echt de pest aan ons hebben, weet ik niet. Maar het is de afgelopen jaren wel heel makkelijk geweest, omdat ze met z'n drieën nog steeds de meerderheid hadden. En ik denk dat dat in ieder geval nu niet meer gaat gebeuren. Dus ze zouden de SP wel eens heel hard echt nodig kunnen hebben. Maar komen jullie dan ook op dit punt, de binnenstad versus de wijken, komen jullie daar dan uit, denkt u? Nou, dit is gewoon echt een cruciaal punt voor ons. Dus dat zal in de coalitieonderhandelingen wel een zwaar punt van discussie zijn. En kijk, wij hebben altijd gezegd, wij willen heel graag meer regeren. Wij vinden ook dat we daar in Hengelo aan toe zijn. Maar niet ten koste van alles. Dat zal wel duidelijk een SP-geluid moet doorklinken in het nieuwe college. En het investeren in de wijken is daar een overduidelijk voorbeeld van. Ik ben Lukas Schoonhoven, lijsttrekker van D66 voor de volgende verkiezingen. En hier in Hengelo moet er eens wat veranderen. We zitten al 16 jaar met hetzelfde college dat veel te goed denkt te weten wat goed is voor Hengelo. En het wordt een keer tijd dat daar verandering in komt. De resultaten van wat ze de afgelopen jaren gedaan hebben, kunnen we zien op alles wat er in de markt en de rest van de binnenstad verkeerd gegaan is. En nog steeds willen ze dingen doen als een groot nieuw stadskantoor neerzetten. Het is wat tijd dat er eens een keer wat meer geïnvesteerd wordt in mensen en in groen en wat minder in beton. Zelden iemand gehoord die zo, meneer Schoonhoven, op een uitstekende manier tegen de kiezer in Hengelo zei waarom ze op u moeten stemmen. Maar wie bent u eigenlijk dat ik op u moet stemmen als ik in Hengelo zou wonen? Ik woon al 16 jaar in Hengelo. Ik werk bij een helpdesk als coördinator. Dus ik zou bijna willen zeggen, mijn vak is het helpen van mensen. En waarom ben ik in de politiek beland, zou je ook kunnen zeggen. Nou, zoals wel meerdere mensen die in de politiek beland zijn. Je wordt lid van een politieke partij. Laat je gezicht een keer zien bij een ledenvergadering. Er is een stevige discussie. Je steekt je vinger op, begint vrolijk mee te discussiëren. En ja, goed, dan komen de mensen op je af met, wil je niet eens een keertje wat doen? En dan kan je moeilijk nee zeggen. En van het een komt het ander en voordat je het weet sta je hier.